De 21ste Blakamandi, oftewel Dag der Zwarte Beschaving, is gisteren de plantage Eendracht in het district Para gevierd. De plantage staat ook bekend als Babunkriki en ligt achter Sanderij. Het thema dit jaar is pardon. Volgens Iwan Wijngaarde, voorzitter van de Federatie voor Afrikaans Ranamang, moeten wij als afstammelingen van de Afrikanen een vuist maken. Zolang er verdeeldheid is, zal het niet goed gaan. Hij hoopt daarom dat alle Blakabubas, zowel de stadskreolen als de binnenlandbewoners, een eenheid zullen vormen. Volgens Wijngaarde is het thema pardon een heel belangrijke en hij vertelt waarom. Daarom het thema die ontdekking in de federatie en het pardon non principale thema. Het thema per we denken, als we Afrikanen, we denken altijd dat we hebben een leti, maar vaak aan de zo. We denken. Maar als je sabbat dat je moet pardon naar je schrijven, dan sabbat dat je nog altijd je leti, altijd in de foto. Alles aan zijn saai, zijn er conditie. Once fight drank, we drank, walamala a foto. Want daarom ben ik aan de zorg. En walamala saptak we met foto, dan kan ik moeite van kon morgen beter. En mijn wens is dat we deze een mooi day. En een day voor kinky praxeren. En proberen, look of fa, hoe de jazzel, ik federatie, hoe alles wat draai, hoe kan roko. Dan die naar one foot 20 jaar die we roken en differente prijzen naar konden. Volgens Edgar Dikan, minister van regionale ontwikkeling en vertegenwoordiger van de president, is deze dag belangrijk, omdat geconstateerd is dat niet-westerse volken een achterstandspositie in de wereld hebben. U hoort ook Armand Jurel, districtscommissaris van het district Para. Hij haalde aan dat de cultuur van de traditionele zwarte gemeenschappen in de wereld in de loop der tijden veelal is opgegaan in de dominante cultuur van de westerse samenleving. Dus ook wij Surinamers. Als ontwikkelingsland staan wij dagelijks voor uitdagingen die ons belemmeren om als volk, als land voedselzekerheid te scheppen, optimale gezondheidszorg en onderwijs te bieden. Gelijke regionale spreiding van werkgelegenheid en toegang tot natuurlijke hulpbronnen te creëren. Deze dag is daarom bedoeld om ons te bezinnen over onze huidige positie en om met elkaar te overleggen hoe wij deze vraagstukken samen kunnen oplossen. De westerse cultuur was in de vele traditionele samenlevingen de maatstaf van beoordeling van de eigen cultuur. De geschiedenis van kolonialisme, missie en zending als streven om de eigen cultuur op te leggen, zijn bij ons allen bekend. En al decennia lang wordt er door diverse groepen binnen de zwarte beschaving voor erkenning, onderscheidelijk versterking van de eigen identiteit gepleit en gestreden. Armand Jurel, districtscommissaris van Para en daarvoor minister Edgar Dikan van regionale ontwikkeling. Zij spraken gisteren tijdens de viering van de 21ste Blakamandi te Babunkriki in het district Para.